fijn dat je dat lekker vindt. Gewoon royaal eroverheen kwasten. Zijn mijn vrouw vannacht ook. Word je nou nooit moe van jezelf, Daan? Natuurlijk wel, natuurlijk wel. Dood op. Mijn naam is Daan en ik ben geen ster in de keuken. Zeg gerust, een kneus. Gelukkig is mijn goede vriend Tobias een zeer bekwame kok en leert hij mij koken. Dit is Koken en Knoeien. En actie, showmuziek. Welkom bij een nieuwe aflevering van Koken en Knoeien. De pro-editie. De barbecue edition summer style. Season style. Bij bijzonder hoge uitzondering gaan we deze aflevering wel vlees koken. We hebben heel veel vragen erom gehad. Hoe ik erin sta is ik eet maar heel af en toe een stukje vlees. Ja, en dan moeten we de kip dankbaar zijn. Zolang je er maar respectvol mee omgaat en niet ermee gaat gooien. Ja, daar gaan we dus niks mee doen. Nee, dit is echt respectloos. We gaan beginnen. Yakitori. Yakitori? Yakitori. Ja. Je hebt van die straten in Tokio bijvoorbeeld die dan helemaal blauw staan van de rook. En daar staan allemaal yakitori-steentjes. En je krijgt allemaal spiesjes met verschillende onderdelen van de kip. De huid, het hartje, de lever, de niertjes. De niertjes. Alle soorten kip op een stokje. Yakitori. Daarbij eet je een pikkeltje en drink je een biertje. Nee, dat laatste me denken. Zeker wel. Hou toch op, man. Dat laatste me zie je weer. Mijn telefoon trilt alweer in mijn zak. Ik heb de directie van Jumbo straks weer aan de lijn. Ja, maar ik verzin de cultuur in Japan niet. Het is zo. Pikkeltje biertje. Dus we beginnen met het pikkeltje. Dus we gaan nu een snelle kimchi-achtig iets maken op basis van Chinese kool. En het is heel lekker bij yakitori. We gaan beginnen. Men nemen een Chinese... Met een kijkervraag. Ah, oh, wat leuk. Dat Wie? Zei Annette. Annette. Je hebt net even nieuwe namen bedacht. Nee, eigenlijk niet. Ik wilde okay, Annie zeggen, maar die had ik al gehad. Wat is het succesingrediënt voor een goede barbecue? Kijk, de afgelopen twee afleveringen hebben we gekookt met briketjes. Maar het beste ingrediënt voor een goede barbecue is goede houtskool. In Japan gebruiken ze winchertan, handgemaakt. Ja, oh, die hitte daarvan is zo mooi constant. Die maar ken ik. Je kan in Nederland wel gewoon goed eikenhout. Leer mij de winchertan kennen. Winchertan. Leer mij die winchertans kennen. Dus kook de allermooiste. Ik heb er een half uur over geluld voor de opnames. Over winchertan. Ja, winchertan. Winchertan. Dus koop goede houtskool, Annette. We beginnen met de Chinese kool. Er staat ondertussen water te koken. Dit is zout. En dan doen we ongeveer de helft erin. Ongeveer de helft. Oké, en dan snijden we hem zo ongeveer hier af. Hat, klak. Iets verder, want anders heb je harde stukken. Ah, die was lekker. Deze zetten we even opzij. Deze pellen we uit elkaar. En een goede kimchi, dat duurt gewoon een maand om dat te laten fermenteren in een pot met alles. Maar dat gaan we dus nu gaan we het pikkelen in plaats van echt laten fermenteren. Had jij iets begrepen wat ik net zei? Nee, ik luisterde niet. Dit is gewoon te hard om rauw te eten. Dus als je ze nu even blancheert in zout water, dan heb je een shortcut om even een snelle kimchi te maken. Wat is blancheren? Dat is gewoon even gewoon in kokend water flikkeren. Kijkersvraag. Oh, nou, sneller dan. Ja. Ach, Gertruida. Ze zou je nu er kom hebben. Je echt bij de cliché namen Ik dan. Vroeg me echt af wanneer ze wat zou sturen. Door wie wordt dit fantastische programma eigenlijk gesponsord? Och, wat een leuke vraag. Ja. Door onze vrienden van Jumbo. Als het je nog niet opgevallen was. Ja, ze is wat ouder, ze is 86. Ja, maar het is ook subtiel hoe we het doen. Maar het wordt gesponsord door Jumbo. Ja. Je zou het niet zeggen. Ja. Waar is in deze aflevering het krat met boodschappen? Oh shit! Nou, hallo, Jumbo Bezorgd. Oh, er zit heel veel vlees in deze. Maar ook een meloen, mais. Ja, het is heerlijk. Jumbo Bezorgd ook thuis, hè? Wist je dat? Een ananas. Een ananas. Of meloen. 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 Meloen hebben ze ook. Echt en, van alle markten thuis. Ja. Oké, nou, vuur mag uit. We gaan het even afspoelen onder de kraan. Anders heb je namelijk hele zoute pikkels. Dus we gaan het nu even afspoelen onder de kraan. Koelt het gelijk ook mooi terug, dan gaart het niet door. Baal je er eigenlijk van dat je dit... Oh, kijkersvraag. Baal je er eigenlijk van dat je dit programma met samen met mij moet maken? Ja, in eerste instantie dacht ik ook van, nou, wil je een programma? Ja, zeker. Je moet wel met Daan maken. Dacht, ja, wat gaat Daan dan doen? Gaat hij dan dingen voor mij snijden of voorbereiden? Nee, je moet Daan leren koken. Nou, ik heb zelf bedacht. Oké, nou, dan mag je het afgieten. Oh, ik heb het helemaal... Shit, ik heb het eigenlijk verkeerd gedaan. Wat dan? Nou, ik heb het een beetje tot een balletje zitten proppen. wie is dit? Ik kom niet doorheen gekropen. Dit is zo'n mooie façade, dit programma. Waar moet dit? Leg het even in dit bakje, dan kan het mooi uitlekken. Ja. Nou. Oké, dan gaan we nu beginnen aan de dressing. Waar we de Chinese koolpikkel in gaan doen. We hebben hier allemaal hele exotische ingrediënten voor ons. Gochujang.
Ah, gochujang. Ik heb het wel eens eerder gehoord. Gochujang. Ja, hebben ze gewoon maar de jumbo. Sojasaus, ken je. Rijstazijn, ken je. Rijstazijn. Mirin. Wat is mirin? Mirin, ruik maar eventjes. Zoete... Zit het mirin? Het is een zoete Japanse kookwijn. En hier hebben we, ruikt ook mee van. Oh, dat is sesamolie. Nou, fijn dat je dat lekker vindt. In principe, kies een volgorde die jij wil doen. Ik begin met de gochujang. Maar... Dan begin ik ook met de gochujang. Sojasaus, nou, dan doen we de rijstazijn. Oh, wat ga je weer snel. Ja, dan doen we de mirin. Ik leg even een lekker papje aanmaken. Dat tot slot de sesamolie. Een mooie notige smaak. Dat is echt een beetje voor die notige smaak. Met je vinger erheen. Prachtige smaak. Zoet, pittig, zout, zuur. Oh, mooi. Oké, de kool erin. Vonk. En dan laat je het hier gewoon lekker in weken. Het liefst even een dagje van tevoren. Maar als het een paar uur van tevoren is, is het net zo lekker. Dan ruimen we nu eventjes de station op. Ja! Wow. Zo. Ja, alles raar. Ja, het is magisch. Kijk een vraag. Ach ja, kom maar weer door. Doet Lolita dan echt alles? Er staat, hoe weet ik of de kip gaar is? Hoe weet ik of de kip gaar is? Nou, sluit dat even mooi aan. Want wat gaan we doen? Kleine gnerkenbon. We gaan kip garen. In principe kan je er, als je er echt bang voor bent, zo'n kerntemperatuurmeter in doen. Maar over het algemeen, je ziet het wel. En dan snij je hem even open. Ja. Zullen we beginnen? Ja. Yakitori. Oh. En daarvoor maken we een... Weet ik niet. Yakitori saus. Ja. Dat is eigenlijk de lak waarmee je de kip gaat lakt. Insmeren. Ja. Lakken. Oké. Als eerst. Ruik even, wat is dit? De wijn. Ja, mirin. Nou, dan verder doen we natuurlijk sojasaus. Rijstazijn. Ja, heel goed. Okay. En we doen een klein beetje extra bruine suiker om hem wat meer gewicht te geven. En tot slot ook een beetje sesamolie. Dan roer je dat even een beetje door. Dat het een beetje gaat pruttelen en dan ben je oké. Meer hoeven we niet te doen. Nu. Ja, kan die weg? Kan die eraf? Ja. Ik wilde eigenlijk eerst met een drumstick werken, maar dat wordt misschien iets te ingewikkeld. Maar we gaan twee soorten yakitori maken. We nemen één kippendij. Wat mij betreft echt het allerbeste stukje kip. Biologisch, want dan laat het niet zoveel vocht los. En dan heeft het beest ook nog een oké leven gehad. Dat is natuurlijk niet perfect, kun je dat allemaal bij Jumbo krijgen? Dat heb je allemaal bij Jumbo, ja. Oké. We gaan het helemaal de mooie stukjes snijden. En dan maken we eigenlijk gewoon een klassieke yakitori die iedereen in Nederland kent. Ja. En de afsnijdsels gaan we hakken tot een soort gehakt. Dus wat we gaan doen is de stukjes die niet helemaal perfect zijn, gaan we er gewoon afsnijden. Het is een beetje te pro voor mij, want ik snij zo mijn fik eraf. Het is echt net sashimpjes. Je kan het rauw eten als je er zin in hebt. Ik zou het niet doen. We raden het niet aan. Nee, dat moet je niet doen. En dit gaan we dan helemaal fijn hakken. Je maakt er even een soort pakketje van. En dan gaan we... Oké, en dan is het tijd om de boel te gaan spiezen. En doe ze niet te dicht op elkaar. Nee, ja. Wat? Wat is er nou? Misschien had ik het je moeten leren. Ja, hoor. Als je het zo het stukje doet, doe jij ze er plat op. Maar daar heb je natuurlijk niks aan. Je moet ze in de lengte erop doen. Nog even een kleine pro-tip. Doe de stokjes van tevoren eventjes onder water. Want dan verbranden ze niet. Dat is heel slim. En dan breken wij deze precies in twee. Dan moet je even zorgen dat die splinterkant zeg maar onderaan zit. Want dat wil je niet in je kip. En dan doen we twee per kipding. Dan heb je wat meer grip erop. Kipfrikadellen. Kipcorn is het dan. Oh, die zit ook niet op een stok. Wat zit op een stok? Kiplollies. Kipvleeslollies. Kunnen we dat hier in de beschrijving zetten? Vleeslollies. Vleeslollipops. De vleeslollies die zouten we even een beetje. Flonk, 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 flonk. En dan is het belangrijk dat we de yakitori saus bij de hand houden. De truc is in Japan dat je hem erin doopt. Maar wij gaan het even iets anders en we gaan hem kwasten. Maar eigenlijk wil je dit een uur in de koelkast leggen. Oh. Want dan wordt het mooi ferm en stevig. En nu hebben we echt het risico dat het uit elkaar gaat donderen. Maar goed, we moeten meerdere afleveringen op een dag opnemen. Dus... Ja, ondertussen is het hier keihard aan het regenen. Maar dat mag de pret niet drukken. Nee, dat is de Hollandse zomer. Dat is gewoon, dat hoort er allemaal bij. Dus we doen onze... dat is misschien ook nog wel fijn om te vertellen aan de mensen. Kijk, als je echt lekker wil barbecuen, dan neem je een Kamado, zo'n ding. Ja. De bastard. Ja, nou, fijn dat je het even benoemt. Ik heb er zelf ook een. Staat erop. Ja, dan gaan we beginnen met deze knapen. En die mogen erop. Au, oh, daar ging mijn vinger al. En dan ga je hem nu lakken. Oeh. Nu ben ik echt een daddy. Daddy material. Goed blijven lakken, hè, Daan. Dat zei mijn vrouw vannacht ook. Goed blijven lakken. Dat soort grappen horen bij barbecue. Dat zei mijn vrouw vannacht ook. Nou, dan draai je ze om.
En dan blijf je ook weer lakken. Ah, wat een man ben ik. Gewoon royaal eroverheen kwasten. Niet zo lopen mieren. Ja, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Nou, heel goed. Word je nou nooit moe van jezelf, Daan? Natuurlijk wel, natuurlijk wel. Dood op. Misschien is het dan wel weer even tijd voor een... Kijkersvraag? Ja, die kan wel tussendoor nu even. Vraag van Tanja. Mijn vis gaat steeds stuk als ik hem keer. Hoe houd ik hem de volgende keer heel? Nou, je vuur niet te hoog. Ik zou de vis ook inolieën. Je hebt van die tangen, zeg maar, waar je een vis in doet. Aluminiumfolietje op je grill legt. Ja. Daar dan de vis op. Ik heb nog een vraag, Bertie. Een vraag voor mijn ongeduldige vriend. Is de barbecue aansteken met benzine een goed idee? Dat zou ik niet doen. Nee, hè? Trekt het dan in die smaak? Dat is een dikke tip. Waar laat ik de smeulende kolen van mijn barbecue zonder de prullenbak uit te roken? In de barbecue. Ik wist niet dat jij kwaad werd bij elke vraag. Nee, het zijn in de barbecue. Ja, redelijk stupide vraag. Wie was dit? Dit was weer Tanja. Dus een tweede vraag van Tanja. Zo, bij jou ziet het goed uit, man. Het is toch weer de hand van de meester, hè? Bij mij ziet het er weer uit alsof een kind aan het barbecue is. Nou. Gewoon gelukt, hè? Dames en heren, daar is hij dan. Een heerlijke, zelfgemaakte pikkel van Chinese kool. Twee soorten yakitori en een vers koud pilsje. Een vleeslolly. Die lak is echt heel goed, hoor. Lekker. Dat zout, dat zoet, dat zuur. Dit is hoe het moet zijn. Ja. Ik heb voor jou, of nou ja, eigenlijk voor de vleesliefhebbers, heb ik nog een reuze verrassing. Kijk. Dit is een tomahawk. Ah, mijn bek valt open. Ja, dan we kunnen doe ik eens een keertje water bij de spreekwoordelijke wijn. We kunnen de vleesliefhebbers natuurlijk niet links laten liggen. Dus exclusief online en bij een paar geselecteerde winkels van Jumbo kun je deze tomahawk krijgen. Dus ga naar jumbo.com en als je vleesliefhebber bent, hè. King size vlees is dit. Kijk, dit is natuurlijk, dit is echt, eindelijk komt het een keer tot z'n recht. En dan neem je een stukje voor de vleesliefhebbers. Proost! Nou, proost. Vond je dit nou een leuke video? Laat het dan even weten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te geven. Wil je het recept weten? Dat staat allemaal in de link in de beschrijving. Probeer nog iets. Het is heerlijk. Ja. Tobias, heel erg bedankt. Nou, heel graag gedaan. Bedankt dat je mijn leermeester bent. Je bent een ongelooflijk goeie. Ik ben benieuwd in welk pakje je de volgende keer weer aan komt zetten. En laat ons even weten wat wij de volgende keer moeten doen bij koken en knoeien. Nou, yakitori.